Hey allemaal, ik ben Mandy en vandaag heb ik weer een nieuwe video voor jullie. En misschien heb je pas wel mijn Action Shop blog gezien. Daar heb ik heel veel verschillende leuke spulletjes in gekocht. Waarvan ik ook een aantal wilde uittesten. Ik heb een aantal producten die ik in deze video ga uittesten. Het zijn er dus best wel veel. Dus ga er lekker voor zitten, ga lekker kijken. En ja, dan ga je zien wat ik ga testen. Ik zal eventjes snel de producten laten zien die ik ga testen. Kronkelende papillotten. Ik weet niet zo goed hoe ik het moet uitleggen. Kinder Bueno. Krokodillen, waterverf, een pandamasker en een bedbom. Nou, superleuke spulletjes allemaal. Blijf dit zeker even kijken als je daar benieuwd naar bent. Ik heb hier een setje met papillotten. Ik heb ook gewoon die normale met die ijzeren erin. Die heb ik ooit gebruikt. Maar deze kwam ik tegen. Er zitten een soort kronkels in. En volgens mij moet je dit ombuigen. Zodat te zien op dit plaatje. En ja... Het ziet er best wel bijzonder uit. Ik hoop dat hij ondertussen scherp stelt, zodat je het kunt zien. Ik weet niet of het gaat werken, dus daarom ga ik het nu uittesten. En oh, zit een plakbandje op. Er zitten er wel maar 6 in. Dus ik denk niet dat ik hier heel mijn haar mee kan doen, want ik heb best wel dik haar. Ook al is het wel kort. Maar we gaan het gewoon proberen hoeveel ik ermee kan doen. En dan gaan we kijken of het gaat werken. Er staat op dat het voor zachte krullen zonder hitte is. Deel het haar in verschillende plukken. Neem een papillot. Rol deze in het haar en zet het vast. Na ongeveer 60 minuten de papillotten uitnemen. Of het liefst zo lang mogelijk erin laten zitten. Dan zit er dus... Het ruikt echt naar zo'n schoenenwinkel. Kijk, dit haal ik er dan uit. En dan zit dit erin. Ik ga maar gewoon even een pluk. Ik weet ook niet hoe groot die pluk kan zijn. Ik doe het er maar denk ik gewoon doorheen. Ik denk dat het werkt als bij een normale papillot. Dat je hem... Oh, dan moet je hem naar beneden doen natuurlijk. Zal ik hem er zo rollen? Ik denk het wel. Oké. Dat ging al niet goed. Ik wil ook niet zo'n knik in de onderkant. Dus die moet er wel in mee. Ik ga het gewoon heel goed vasthouden. Ja. Zo, we rollen hem naar boven. Ik denk dat het dan zo werkt. Hey, daar ben ik weer. En dan dat je hem dan... Even kijken. Zo moet vast en dan zo... Oh, hi. Oké. Ziet er mooi uit. Nou ja, ik ga dit dus eventjes met meerdere plukjes proberen. En dan gaan we kijken of het gaat werken. Ik weet niet of het zo moet hangen. Ik voel me wel heel sexy zo, als ik eerlijk mag zijn. Oké, we schuiven hem dus naar beneden. Hou je hem goed vast, het plukje, anders schiet dat plukje eruit. Dan rol je die omhoog. Maar ik hoop niet dat je daar dus een knik krijgt. Het is wel een beetje stom dat je er niet genoeg hebt voor heel je haar. Of moet dikkere plukken pakken, dat kan. Auw, 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 auw. Trek je hard aan een pluk. Ik heb dus het idee dat ze er niet mega strak in zitten. Want ze blijven ook niet rechtop staan. Maar dat is dus best wel lastig. Ik weet niet of dat aan mijn haar ligt. Dus zo heb ik natuurlijk niet heel lang haar. Dus dat is ook weer een dingetje. Ik moet eigenlijk echt een keertje haardingen gaan uitproberen op een vriendin van mij. Want Quinty, die is heel lang geleden in een video van mij geweest. Die heeft echt mega lang haar. Bijna tot het einde van de rug. Echt bizar zelf, maar dat is misschien juist... Oh, het zit er nog in. Leuk om een keertje uit te proberen. Ik kan ook echt niks zien, want ik heb geen spiegel hier. Nou, ze zitten er alle 6 in. Dit pluk haar is nog over, zeg maar. Ik voel me super sexy. Ik ga ondertussen eventjes eten, laat ik erin zitten. En dan kom ik daarna terug en ga ik verder testen en kijken hoe dit is geworden. Oké. Ik heb gegeten. Het zit er al eventjes in. Ik laat het er alsnog eventjes in zitten en ga ondertussen wat andere dingen testen. Ik weet het, jullie kunnen mij zo echt niet serieus nemen. Maar goed. Dit zijn dus dingen van Kinder Bueno. En die zijn echt super lekker. Ik zei in mijn shoplog dat het krokodillen waren. Maar hier zat gewoon dus duidelijk hippo op. Dus het zijn gewoon nelpaarden. Maar goed, het gaat om het idee. En het ziet er echt heel erg schattig uit. Want het is echt gewoon een kleine hippo. Of ik weet niet echt of ik daarop vind lijken. Maar het zit ook serieus oogjes op. Ik zal eventjes een close-up laten zien. En... Het is cute. Dus laat ik het openmaken. Oh, dat ruikt echt lekker. Oh, het komt. Al die spikkels vallen er vanaf. Shit. Ik ga denk ik gewoon een hapje van die bek nemen. Heel lekker. Het smaakt gewoon echt naar die binnenkant van die witte Kinder Bueno.
Alleen toch, door die buitenkant en zo smaakt het net iets anders. Maar heel lekker. Volgens mij is het wel heel vullend. Ja, dit is echt top en heel lekker. Dit zou je ook zo bij een cadeautje kunnen geven. Ziet er namelijk super leuk uit. Dit bewaar ik eventjes voor later. Als jullie trouwens willen dat ik vaker dingetjes ga uittesten of unboxen of zo, stem dan eventjes hierboven in de poll of ik dat moet doen. En laat in de reacties weten wat jullie zouden willen zien dat ik uittest of unbox. Laat het even weten, dan ga ik dat misschien wel bestellen of doe dat eventjes. Dan heb ik waterverf. En dit zat er omheen. Zo, lekker in mijn oog. Van die kleurrijke dingetjes, als gewoon een plasticje. En als je hem openmaakt, zie je allemaal verschillende kleurtjes. Met dit setje ga ik verplaatsen naar mijn bureau. Want dan ga ik daar met de kwasten en het boekje even de kleurtjes uitproberen. Dus kom maar mee. Zo, daar zitten we dan. Ik heb een kwastje. Die deel ik even hierin. En ik ga denk ik gewoon eventjes alle kleuren een soort van swatchen. Oké. Ik zie nog niet zoveel. Misschien komt het geel. Oké, ik ga wel gewoon... Misschien moet er echt best wel veel water op zitten natuurlijk, want het is wel echt waterverf. En waterverf is natuurlijk sowieso nooit zo donker, dus dat is ook wel weer zo. Wauw, kunstzinnig dit. Ik weet niet of er mega veel pigment in zit. Nou ja. Volgens mij doet hij best goed wat waterverf moet doen. Ja, hele mooie paars. Ik had verwacht dat dit heel erg door zou drukken, maar het valt echt oprecht wel mee. Maar natuurlijk omdat het water is, moet het opdrogen. En eigenlijk is het niet geschikt papier hiervoor, want het daar te dun voor is. Maar... Kijk eens deze. Ik vind dat de kleuren best wel een goede pigment hebben. Volgens mij doen ze het best wel goed voor waterverf. En zeker voor 1 euro. Dus ik denk dat ik er leuke tekeningetjes mee ga kunnen maken. Wauw, dit is al helemaal erg. Want deze kleur zit. Maar ik ben er blij mee. Zo, dan heb ik nog dit masker. En het ziet er gewoon echt al... Waarom sla ik erop? Ik weet het niet. Het ziet er in ieder geval echt al heel erg leuk uit. Het voelt wel alsof er iets vloeibaars in zit. Dus moeten we even uitkijken. Oeh. Ruikt het apart. Oh, ik ga heel eventjes iets van een handdoek halen of zo om eronder te leggen. Zo, dan kan ik hem nu uithalen, want hij is heel nattig. Echt heel nattig. Misschien is dat de voeding van het masker of zo. Ik zie dat printje erop zitten, moet je kijken. Het voelt niet vies nattig of zo, maar wel gek. Oh my god. Dan kunnen jullie mij al helemaal niet serieus meer nemen. Ik denk dat je dit zo gewoon op je gezicht moet leggen, maar kon je dan zo lang zitten? Het voelt wel lekker koud. Wow, het voelt wel echt oprecht lekker. En het voelt een soort van... Ja, waar voelt het naar? Even denken. Alsof je een soort zalfje op je gezicht gesmeerd krijgt. Ik weet niet of dit goed voor je gezicht is, maar het voelt wel goed. Ik ben een pandabeer met rare dingen in haar, dus... Ja, ik weet niet of jullie mij nu nog serieus kunnen nemen. Ik dacht, misschien kan ik ondertussen dit opeten, maar ik denk dat het niet een heel slim plan is. Want er zit er allemaal chemisch viezigheidspul aan. En het leuke vooruitzicht, nu heb ik een lekker masker op. Geen idee of het gaat helpen. Maar ik heb straks ook nog een bruisbal, dus ik kan ook nog eventjes in bad. Wat ik ook maar 1 keer in het half jaar doe. Ik vergeet gewoon altijd in bad te gaan. Wat doen jullie? Gaan jullie vaak in bad? Of hebben jullie eigenlijk wel een bad? Zijn we eventjes in de poll. Ik ben daar best wel benieuwd naar. Of laat weten in de reacties, mag ook. Het blijft wel gewoon zitten als je rechtop zit. Dus je kan ondertussen, ja, je kan er prima doorheen kijken. Je kan ondertussen gewoon allemaal dingen doen. Oké, ik ga even een Insta boomerang maken. Als je me nog niet volgt op Insta... Follow even Mandy Kalsbergen. Leuke jeetje. Ik loop zo even naar mijn ouders toe. Mijn haar hebben ze gezien, maar dit nog niet. Mama. Ja? Wacht even. Ik zeg als je mag omdraaien, oké? Zeg je mag? Wat men, wat eng. Wat weet je ervan? Wat is dat, een masker? Moet je voelen. Ik voel het leuker, hè? Ik vind het eng. Ik vind het spannend. Ik heb een panda weer. Ja, dat is de bedoeling, maar het voelt echt best wel lekker. Waarom doe je dit? Dat uitproberen. Moet je voelen. Naar de carnaval? Voel het? Oeh, papillotten met masker. Ja, het kleine koala beertje. Ik lijk ook een beetje alsof ik een bank ga overvallen. Nou, zo ziet het er ook een beetje uit. Ja, je bent niet herkenbaar dan. Helaas stond in dit fragment mijn microfoon niet aan en heeft hij het geluid dus helaas niet opgenomen. Daarom nu eventjes mijn mooie stem in deze voice-over. Want ik kan alsnog wel gewoon vertellen wat ik ervan vond. Ik vond het masker echt, ja, je ziet dat ik het hier dus nu van afhaal. En daarna voelde het echt heel erg zacht. Dus ik weet niet of het echt wat heeft geholpen aan je huid, maar het voelde wel gewoon zacht. Waarschijnlijk door de
ja, vloeistof die daar ook in zat. En het was gewoon heel erg grappig om een keertje op te hebben met dat pandamasker. Heel erg leuk gemaakt, vond ik het wel. En dan de papillotten. Ja, ik ga ze er dus uithalen. Ten eerste zijn het ook best wel een beetje rare vormpjes als ik er nu zo naar kijk. Maar dat is een ander verhaal. Ja, het ging redelijk makkelijk uit. Mijn haar brak niet af of zo, gelukkig. Dat het mijn haar erin bleef haken. Maar de krullen waren niet mega mooi. Het had er misschien nog wel wat langer in mogen zitten. En het is natuurlijk ook jammer dat het niet heel je haar erin past. Omdat er maar 6 bij zitten natuurlijk. En ja, met een krultang maak je natuurlijk uiteindelijk wel mooiere krullen. Misschien heb ik ook iets fout gedaan of moet ik het er anders inrollen. Maar het was op zich wel een grappige slag. Misschien als je het een beetje eruit kampt, dat het dan nog iets grappigs geeft of zo. Nou, dit is hem. Ik ben heel erg benieuwd of ze zich tegenvallen. Die is spectaculair. Ze zijn echt allemaal glitters in het pad geworden. Oh, wow. Hij zit in ieder geval wel hard. Wow, wat blauw. Het echt, is echt heel heftig blauw. Het was net meer wat mint of zo. Oh, mijn lens is een beetje beslagen, maar dit haal ik van de bodem. Ik weet niet of dit ook nog gaat smelten. Maar, wow. Als ik er doorheen ga met mijn hand, voelt hij ook wel echt heel zacht en olieig. En je ziet mijn hand er nog wel doorheen, maar hij is echt mega blauw. Echt heel erg, ja, volgens mij zit er heel veel kleurstof in. In het echt is hij nog veel blauwer. Het bad is dus super blauw. Nou, ik ga even lekker in bad. Tot straks. Zo, het is lekker laat. Ik kom uit bad. Ik vond het hartstikke lekker. Het enige jammer was, er zat geen geurtje aan. Dus je rook niet echt een lekkere geur uit het bad komen. Maar het was wel super blauw. Er zitten ook glitters in. En het voelde heerlijk, soort van zacht. Als water zacht kan voelen. Ik denk dat je wel begrijpt wat ik bedoel. Het was dus gewoon, die badbom was heel erg leuk voor een keertje. Ik vind waterverf ook heel erg leuk. Ik moest wachten, dus ik heb nog eventjes mijn kunstzinnige gedachten de vrije loop laten nemen. Even kunstzinnig gedaan. Pandamasker vond ik ook heel erg grappig. Het voelde gewoon heel erg lekker. Het voelde lekker zacht. Het was gewoon heel erg grappig om een keertje te gebruiken. De Kinder Bueno Hippo dingetjes waren gewoon super lekker. Gewoon lekker als tussendoortje. Snacky. Helemaal toppie. De papillot vond ik ook heel erg grappig werken. Ik kreeg een beetje een slag. Deze op mij niet super lang in zitten. Natuurlijk ook omdat ik in bad ging. Logisch. Maar ja, ik vond het ook wel een keertje grappig om dit uit te testen. Ja, ik vond het leuk om dit te testen. Als ik vaker dingetjes moet testen, stem eventjes in de poll. Laat het weten in de reacties wat ik moet testen of inboxen. Laat het eventjes weten. Ik zou zeggen bedankt voor het kijken. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Vergeet geen blauw duimpje omhoog te doen, te abonneren, te reageren. En tot de volgende keer. Doei doei!